Wie van de folklore van ons land op de hoogte is, zal denken dat we in Twente zijn. Maar we zijn in Rotterdam. Een daar wonende Twentse familie heeft een baby gekregen. En deze Twentenaren die ook in Rotterdam wonen, zijn naar oud gebruik met hun goede gaven op weg naar de ouders. Vader moet zijn jongste spruit aan de vrouw nu tonen. En de vrouwen moeten de baby bewonderen. Zo hoort dat nu eenmaal. Maar daarmee is voor pa de kous nog niet af. Voor de man Lu moet hij een borrel schenken. Een glas brandewijn, dat is ook voorschrift. Wie sprak daar van een tapvergunning? Als ook de mannen binnen zijn, wordt de krentenwegge, zo heet dat reuzenkrentenbrood van 20 kilo, aangesneden. Dat is ook werk voor pa, die het op deze dag wel bijzonder druk heeft. Zo herleeft Twente in Rotterdam. Men kan er zich slechts over verheugen dat de Twentenaren die zo ver van hun geboorteplaats een bestemming hebben gevonden, de oude gebruiken van hun streek niet vergeten.